Je hebt dus een A4 nodig. En ook lijmspray. Deze heb ik gekocht en bij de Vibra. Ik vind hem zelf heel erg goed, al moet ik het zelf zeggen. Je spreekt hem in met, inderdaad wat ik al zei, lijmspray. Goed schudden. Dit is mijn eerste keer dat ik hier dus een filmpje over maak. Dus ik hoop dat het goed gaat. Ik zal hem ook zo meteen op de touw zetten als je moet drogen. En dus nu heb ik hem ingespreid met lijmspray. En dan gaat hij even drogen. Dus ik kom zo meteen weer terug als hij gedroogd is en met de gewenste afbeelding wat ik erop wil hebben. Dus tot zo. Ja, en daar ben ik weer. Wat je dan nodig hebt, dat is gewoon een simpel servet. Ik heb deze servetten bij de blokken vandaan. Dat zijn handy 50 stuks. Wat moet ik er wel bij zeggen? Hij is 2 lagen. Ik ga nou deze servet op het A4 doen. Als ik dat heb gedaan, kom ik weer terug. Tot zo. Wat ik dus nou heb gedaan, dat is het servet op het papiertje geplakt. Dan ga ik dus huishoudfolie eroverheen doen. Ik weet nou niet of ik hem... zie je? Ik laat het wel even zien. Ik heb hem dus er nou... even overheen geplakt. Kijk, dit hou je. Maar dan doe ik nog een beetje lijmspray erop. Laat ik het nog even drogen. En als het weer droog is, kom ik weer bij jullie terug. Nou, ik ga hem dus nu nog heel voorzichtig eroverheen leggen. Even de andere kant controleren. Kijk, het is ook nog een beetje droogjes. Doe ik nog een beetje. Een lijmspray. Je kan ook blazen hoor. Droogt het een beetje sneller. Ik ga het gewoon weer de kans wagen. Heb ik net ook gedaan. Je ziet nog een beetje plekjes. Maar dat mag de pret niet drukken. Ik doe het met mijn telefoon. Daarom doe ik ook hem heel vaak even op pauze. Want ik weet niet hoe Chantal dat altijd doet. Met haar filmen. Ik vind het een beetje onhandig. Maar oké. Zo leert men ook wel weer. Maar dat geeft niet. Ik haal hem nu even vast met mijn telefoon. Nou, wat ik er dus nu inderdaad doe, dat is het huishoudfolie. Even eroverheen strijken. Zodat het glad en mooi even eroverheen ligt. En dus ik kom zo meteen weer bij jullie terug. Want ik ga straks even de overtollige servet er langs afknippen. Als ik dat heb gedaan, dan kom ik weer bij jullie terug. Tot zo. Zo, daar ben ik weer. Nou, ik heb de servet er langs afgeknipt, wat jullie ook kunnen zien. Ik heb voor een heel mooi plaatje gekozen. Hij is nu even in het klein. Laat het even in het groot zien. Ik heb deze gekozen. Je kan hem dus... want ik heb hem dus een printer. Dat heet HP Desk F. 4210, die heb ik. Maar dan kun je ook hier al zien welke printer ik inderdaad heb. En ja, zie je? Die printer heb ik. En dan kies ik ervoor voor deze, zodat die zo eruit zo meteen komt. Dus ik ga mijn servet omdraaien. Ga ik in de printer doen. Even goed aandrukken. Dus hij ligt er nou in. En dan ga ik nou mijn computer een opdracht geven dat hij mag afdrukken. En dan gaan we kijken hoe die eruit komt.
Sorry voor mijn vinger. En inderdaad, hij rolt hem eigenlijk. Zodat jullie hem ook kunnen zien. Hoe hij eruit komt. Het is niet echt zo heel erg een rampenplan. En dan komt hij dus zo uit. En dan ga ik hem nog een keertje doen. Even geduld, ik ben zo weer bij jullie terug. En daar ben ik weer. Hier is hij een beetje los, maar dat mag de pret ook niet drukken. Ik ga hem gewoon in de printer doen. Hou ik hem daar vast, zoals jullie wel zien. Leg hem in de printer weer. Dus met een goede foto naar jezelf toe. Want anders print je hem er weer overheen. En dat is heel zonde. Als dat fout gaat. Wel een beetje sturing geven. Want soms wil mijn printer ook echt niet wat ik wil. Kijk, nou wel. En dan ga ik hem weer op afdrukken doen. Afdrukken. Gaat hij weer daar naartoe, wat ik niet wil. En dan weer daarop. En dan daarop. En dan afdrukken. En zoals wat jullie gaan zien weer, komt hij er weer helemaal uit. Het is maar afwachten hoe hij eruit komt. Want de ene keer gaat het niet goed en de andere keer wel. Kijk. Dan gaat hij een beetje foutjes. Maar dat mag ik het niet drukken, jongens. Dit is hem dus geworden. Kijk, en hij laat nu al zelf eigenlijk al helemaal los. Waar ik eigenlijk heel blij mee ben. Dus de bovenste laag. Hij er vanaf. En de onderste laag heb je dus eigenlijk zo, met het papier. Ja, en wat ik eigenlijk doe is gewoon eigenlijk weer gooien, want volgens mij heb je daar niks meer aan. Maar dat weet ik niet. Dat hoor ik vanzelf wel van Chantal en de anderen. Maar dit is hem dus eigenlijk. Dus als jullie nog meer hulp of info willen, ik ga hem nu zo meteen uitsnijden en plastificeren. En dan kan je dus een mooi kaartje gewoon... een windlicht ervan maken. Dus ik hoop dat jullie hier alweer van hebben geleerd. En zo ja en zo niet. Ik hoor het vanzelf wel. Met vriendelijke groet van de Werf. Dag.